En hier. Ja. Hier zijn Nexon Monies en ik mag mijn starter kiezen. Oh, wie moet ik nou kiezen? Yo, Nintendo fans. Deze verwacht je niet. Een nieuwe Nexomon. En de rode Arceus staat al klaar. Lang, lang geleden deed jij je duimpje omhoog en abonneerde je op dit YouTube kanaal omdat je Nintendo video's vet vindt. Hij zegt, de aarde was vroeger van ons, de mensen. Wij waren de meesters van het land. En er was voortvarendheid, voorspoedigheid. Het ging allemaal goed. Maar toen, op een dag, veranderde alles. Vanuit de hemel kwam een onuitspreekbaar kwaad. Een monster. Lijkt op Charizard, jongen. Maar het was Omnicron. Die we kennen uit de andere Nexomon-serie, die ik nooit af heb gemaakt. Sorry daarvoor, maar ik dacht, ik heb zin om aan een nieuwe game te beginnen. En Nintendo brengt geen nieuwe games uit. Dus ik ga aan deze Nexomon beginnen. En deze monster, deze Omnicron, die zorgde voor duisternis. Oh nee. Hij brulde. En toen was er oorlog tussen de mensen en de Nexomonies. Maar na eeuwen wisten ze op een gegeven moment hoe ze Nexomon moesten temmen. En hoe ze tegen Omnicron moesten vechten. Eén dapper mens nam het op tegen de duisternis. Met zijn Nexomon vriendjes versloeg die Omnicron. Ik zie trouwens echt super vette Nexomonnetjes staan, jongen. Ik ben benieuwd wie wij als starters mogen kiezen straks. Nou, de oorlog was klaar. En het ging allemaal weer opeens heel vredig in deze wereld. Ze dachten dat Omnicrons duisternis voor altijd was verslagen. Maar dat was niet. Want nu, op deze dag, lig ik hier kapot te gaan. Op de ground. En hallo? Oh nee, het is Zacian. Volgens mij bestond deze game eerder dan de laatste Pokémon game. Zou Zacian hiervan afgeleid zijn? Heeft Pokémon een ontwerpje gestolen? Dit is Omnicron. En die zegt, dit is het einde van je avontuur. Kampioen van de mensheid. Niemand zal van Omnicron winnen. De almachtige koning van de monsters. Nu wegwezen. Raaah! Oh. En toen werd ik wakker. Was dit allemaal een droom? De voice-over zegt in ieder geval dat mijn leven heel snel gaat veranderen en de wereld begint te trillen. Aardbeving! Of liet je gewoon een scheetje in bed en begon daarom de hele wereld te trillen. Dat kan ook, dat kan ook. Nou, laten we eens even gaan kijken. We moeten naar het mysterieuze geluidje beneden. Hallo, mensheid. Hallo! Hebben jullie mijn puff ook gehoord? Mijn vader zegt, nou, het apparaatje dat doet het hoor, meneer. En deze meneer zegt, nou, dat zal ik nog wel eens even bepalen. En mijn vader die zegt, ja, volg mij maar. En ze gaan naar beneden, naar de duistere kelder, waar heel veel puffjes worden gelaten. Hè? Mijn moeder zegt, oh, hey, maak dat geluidje wakker. Het is niks om je zorgen over te maken hoor. We zijn gewoon wat testen aan het doen. En mijn moeder zegt, ik geloof dat Ellie aan het zoeken was. Waarom ga je niet even Ellie opzoeken? Ze heeft een nieuw speeltje. Wat leuk. Nee. Ik wil gewoon naar de kelder. Nee, laat me naar de kelder. Oké, ik mag niet. Ik moet gaan spelen met Ellie. Ellie zegt, wegwezen. Oh, er is een donker mannetje daar opeens. Lekker bezig, Ellie. En Ellie zegt, Atlas, dit kan je niet aan. Hij is niet van jou. Gaat Atlas hem aanvallen? De duistere man zegt, ik ga nergens naartoe zonder die robot. En Ellie die trekt de robot terug. Atlas mag niet weg. En de duistere robot zegt, nee, kom hier. En ze beginnen te trekken aan Atlas. En Ellie zegt, nee, dit mag niet voor mij. En dan ga ik me er denk ik maar even mee bemoeien. Hoppakee. Er valt wat uit de boom. Wat ligt daar? De donkere man zegt, wat is jouw probleem, kind? Kijk daar, zegt Ellie. Hij heeft een Nexomon container laten vallen. Ik denk dat hij het gestolen heeft en we moeten het terugnemen. Duistere man zegt, hey, dit is niet voor jou. En ik zeg, wel, nu wel. En ik begin eraan te trekken en duistere man ook. En hij zegt, hoe ben jij zo sterk? Geen idee. Ben ik sterk? Ellie zegt, Atlas, dit is je kans. En Atlas zegt, ja, meester Ellie, ik ben onderweg. En de duistere man zegt, wat gaat die domme robot nou doen, jongen? Oh, dit gaat die domme robot doen, vriend. Die gaat jou even teleporteren naar een andere dimensie. Team Rocket houdt het voor gezien. Lekker bezig, Ellie. Maar nu moeten we de Nexomon gaan redden. En hier, ja, hier zijn Nexomonies en ik mag mijn starter kiezen. Vet veel nieuwe starters. Oh, wie moet ik nou kiezen? Laat in de reacties weten welke jullie het vetst vinden. Is dat Voshondje? Is dat grondsneeuwaap? Ja, is dat groene draak? Is dat
Een waterotter. Of de vuurkat. Of de dondertijgerleeuw. Of het, grasblaadje monster. Ja, hey, hallo. Ik ben een Rikachu, jongen. Ik ben elektrisch. Ik moet Velo Kitty sowieso meenemen. Let's go, Velo Kitty. Deze gaan we meenemen, jongen. Hoppakee, ik heb mijn eerste Nexomonnetje. Dus nu hebben we de Nexomon gered. Wij hebben de 1 meegenomen. Maar wat doen we met die 6 anderen dan? Hij zegt, hey, wat heb je gedaan tegen mijn partner? Oh, dat is een nieuwe zwarte man. En die zegt, ik ga met je dealen. En je hebt geen kans tegen mijn Nexomon. En Atlas die zegt, nou, ik ga even uit de weg. Ik heb er net eentje naar de tweede planeet geslagen. Maar nu mag jij even wat gaan doen, Rick. Hier, je eerste Nexomon battle. Met Velo Kitty. Ik ga mijn donderschok aanval doen. Hartstikke idee. Lekker. Hij doet Scratchy. Oh, maar ik ga sowieso winnen. Want hij is maar level 2 en wij zijn level 6, jongen. Lekker gedaan, Kitty. Eerste battle gewonnen. Dan gaat die man stoer doen met een level 2 Nexomon. Serieus? Ach, oh, hij valt gewoon om. Oké. Heb je dat ook wel eens? Dat je naar achter loopt, struikelt en dan sterretjes ziet en niet meer op kan staan? Deze man heeft dat wel. Dat was geweldig. Het kan nooit zo zijn dat dit jouw eerste Nexomon battle was, zegt Ellie. Ja. Weet je niet, toch echt wel, denk ik. Maar Ellie die heeft net een nieuwe uitvinding gemaakt en dat is Atlas. En Atlas zegt hallo. En Ellie wil even laten zien wat Atlas allemaal kan. Nou, wat kan je allemaal? De meneer zegt, hé, maar wat hebben we hier dan? Nou, dit is Atlas. Oh, is dit is de Nexolord? Is dit de Uberman in deze game? Nexolordje. De beste Nexomon trainer in de wereld. En hij zegt, en wie ben jij? Nou, ik denk dat dat niet boeit. Ik kan niet bijhouden wat voor slappelingen hier allemaal lopen in deze zielige plek. Serieus? Gaan we zo doen, vriend? Ooit komt er een dag dat ik met mijn Telekitty jouw Nexomonnetjes ga verslaan. En hij zegt, ja, die Nexomon is niet voor jou, hè? Die is niet voor jou, vriend. Hij zegt, je denkt dat je het waard bent om een Nexomon te hebben? Dat jij een echte temmer kan zijn? Show me what you got. Laat maar zien wat je hebt, gozer. Doe eens even normaal, man. Wat zit je nou stoer te doen tegen een kind, man? Oh, wacht even. Was dit zijn Nexomon? Hij zegt, je had de ballen om van me te stelen, maar nu ben je bang. Hou die Nexomon maar. Hij zal je er voor altijd aan herinneren hoe zwak je was. Nou, wegwezen. Gozer, man. Doe eens even rustig. Ik heb alleen maar die koffer net even gepakt om deze zwarte mannetjes even te nakken. Hij geeft die gast even een trap. Oh, de zwarte mannetjes. Oh, de zwarte mannetjes kwamen met de Nexolord mee en de Nexomon waren waarschijnlijk van hem. Dus nu hebben we gewoon gestolen van de grootste temmer ter wereld. Lekker begin van de gamepie. Atlas zegt, ah, nou, dat was een aardige vent. Nou, echt de reten aardig. Ellie zegt, wat is er verkeerd met hem? Wat is er met hem aan de hand, joh? Hij gaat iets kwaads doen. Maar ze waren net gewoon bij mij in huis. En Ellie zegt ook, ja, hij is hier continu. Dat heeft waarschijnlijk te maken met hetgene wat je ouders in de kelder aan het doen zijn. Misschien kunnen we hem volgen. En Atlas die zegt, ben je gek of zo? En Ellie zegt, nee, we gaan. En we moeten een andere Nexomon zien te fixen. En dan hoeven we niet bang te zijn voor de Nexolord. Oké dan. We moeten Atlas volgen. Ellie die blijft gewoon lekker hier. Die denkt, nou, ik stuur jou lekker op pad, Rikachu. Ga jij maar lekker uitzoeken met Atlas. Ik blijf lekker hier. Bewegend gras. Ben je klaar om je nieuwe vriendje te ontmoeten? Kom met me mee. We krijgen een Nexo-trap waar we dus een Nexomonnetje in kunnen vangen. En we moeten hier nu naar het bewegende gras. En dit is een Baron. Moeten we hem gaan vangen? Ik wil niet meer. Ik moet hem gaan vangen met een gouden. Echt? Ik moet hem gewoon gaan vangen met een gouden trap. Dit is zo zonde van mijn gouden trap. Maar oké, laten we het doen. Het duurt wel lang, maar we hebben hem te pakken. Yay, Baron hebben we in de pocket. Maar ik weet helemaal niet of ik Baron wel wil. Het is wel een grappig beertje. Maar weet je wat? Kom maar even bij het team. Nou, Ellie die is ook helemaal trots op me. We krijgen wat healing item piece. En we moeten nu naar Paramtown. Want daar is iemand die ons kan vertellen over de Nexolord. Hier zitten vet veel nieuwe Nexomonnetjes. Kijk, dit is bijvoorbeeld Pandycup. Die gaan we gewoon even verslaan. Dat is een normal type. En schijnbaar heb je niet zo heel veel aan normal type Nexomonnetjes. Dat weet ik nog uit de vorige game. Je kan het beste geen normal typies nemen, maar allemaal speciale typies. Dit is een Saxia. Maar ja, ik heb al een grastype. Dan vind ik dat beertje toch leuker. Wow, 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 wow. Hij is wel very effective, jongen. Even rustig gaan tegen mijn Velo Kitty, jongen. Hoppakee, doei, man. Level 7. Een Dandelion. Die is wel leuk, man, Dandelion. Vind ik eigenlijk leuker dan mijn beertje.
Maar ik denk dat mijn beertje misschien toch beter is. Ik ga altijd gewoon voor Nexomon die ik er heel vet uit vind zien. En na het verslaan van nog een Nexomon ben ik level 8 en leer ik een nieuwe aanval. En moeten we even denk ik tegen een... Oh, of is dit geen trainertje? Nee, dit is geen nieuwe trainer. Blijkbaar staan er allemaal van deze totempalen in de wereld, maar daar kunnen we nu nog niks mee. Ligt hier nog wat? Nee. Wel een Vinofan. Ziet er wel vet uit hoor, deze. Maar ja, is ook normal type, dus daar hebben we ook niet zoveel aan. Oeh, daar staat waarschijnlijk een trainer. Ja, deze wil jij tegen mij battle of wat? Nee, dit is een vriendelijke vrouw. Die zegt, ben jij een temmer? Het is gevaarlijk hier. Ik geef je iets wat je helpt op je reizen. 300 munten. Dankjewel. Maar met jou moeten we wel battelen, denk ik. Oh snap, daar gaan we. We gaan tegen deze dame battelen. Let's go. Oh, ik deed wel gelijk een aanval. Dat was helemaal niet de bedoeling. En ja, dit is wel een grastype. Oh nee, dit is geen grastype. Ik dacht even dat het een grastype is. Het lijkt net op een grastype, maar dat is helemaal niet. En ik mis hem gewoon, joh. Kom op, Torque Fellow Kitty. Let's go, let's get him. Ik ben de helft van mijn HP'tjes ondertussen kwijt. Dat kan niet de bedoeling zijn. Maar, hé, hey, we hebben hem. Lekker. Daarboven staat nog een trainer. Maar ik ga eerst iets uit de paddenstoel halen. En dan battelen met een wilde Nexomon. Want dan ga ik misschien weer level omhoog. Oeh, Purrlio. Dat is een watertype. Ik vind hem niet zo heel cool. Dus ik ga hem gewoon in één keer verslaan. En dan ben ik inderdaad level 9. En dan gaan we kijken wat deze man voor bij zich heeft voor Nexomonnetje. Dit is Arnut. Die vind ik er wel leuk uitzien overigens. Die vind ik er wel grappig uitzien. Dit is echt een beetje zo'n smiecht. Zo'n bad boy. Pak hem! Hij heeft er trouwens nog geen. En hij heeft nog... Oh, hij heeft een Dandy Mill. Die moet in ieder geval geen gras aanvallen doen. Ja, kijk, want die zijn very effective. Dan zal mijn electro aanval niet very effective zijn. Oh, ja, ja. Laat me slapen. Maar dat lukt hem niet. Lekker. Hoppa. Oké, dan gaan we nu onderweg naar Perrum. Terwijl ik hier een Turbite tegenkom. Ja, ik denk dat ik veel te sterk ben van Turbite. Oh, nee. Turbite overleeft het gewoon. Dan gaan we Turbite vangen. Let's go. Pak die Turbite. Ik wil hem! Yes, we hebben hem! Nou, dit kan wel een badassie worden hoor. Wat is hier aan de hand? Alles staat in de fik! No! Dit brandje, dat gaan we even blussen in de volgende aflevering met mijn drie Nexomonnetjes. Let's go! Doe een duimpje omhoog als je dit vet vindt. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. Wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/rickettune en dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!